Ik ben David Riese, architectzaakvoerder van DMV Architecten. We zitten momenteel in het kunstcentrum Nona te Mechelen. Dit is een mooi voorbeeld van een ruimtelijk rendement. Daar dit eigenlijk een vroegere site was eigenlijk van de oude Mechelse drukkerijen, centrum van de stad Mechelen. Nona is een circulair gebouw omwille van verschillende redenen. Een van de eerste zaken die hier heel prominent aanwezig zijn is het gebruik van groen beton. Het was eigenlijk het eerste project in België met het gebruik van dit materiaal. Ten tweede zitten we eigenlijk hier in een structuur van een gebouw dat eigenlijk zeer flexibel is. Wanneer Nona hier bijvoorbeeld zou uitgaan, deze functie door anderen kan ingevuld worden op een eenvoudige manier. Ik ben Bart van Voorde, ik ben artistiek directeur van Kunstencentrum Nona. Dit project is er gekomen omwille van een artistieke noodzaak. Je moet weten dat Kunstencentrum Nona is een huis van creatie. Wat betekent dat er niet alleen publiek ontvangen wordt om naar voorstellingen of concerten te komen kijken, maar dat er ook dingen gemaakt worden. Deze nieuwe site van Kunstencentrum Nona is natuurlijk een gloednieuw gebouw. Wat betekent dat het helemaal ontworpen is op de noden van vandaag. Deze zaal heeft net de mogelijkheden voor techniekers en kunstenaars om op maat dingen te kunnen maken. Het is zo dat deze site is gecreëerd doorheen een hele lange periode. En natuurlijk moeten er dan dingen aangepast worden aan de werkelijkheid. De kwestie dat we in een binnengebied zitten, waardoor we oog moeten hebben voor de omwonenden en dat er ook niet alles volgebouwd wordt. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de creativiteit van DMVA, het architectenbureau van deze site, dusdanig is geprikkeld dat we tot dit ontwerp zijn gekomen. Mijn naam is Philippe van Voorde, stabiliteitsingenieur bij UTIL. Op vlak van structuur waren er zeker enkele uitdagingen in het project. Om te beginnen al in de funderingen. Typisch voor Mechelen is dat we hier zwakke ondergrond hebben met veel kanalen, vlieten, stroompjes. En natuurlijk had dat dan tot gevolg dat we hier een paalfundering op micropalen moesten voorzien. Dus over het hele areaal is een micropaalfundering voorzien met balken en dan een plaat erover. Een tweede uitdaging zat hem alleszins in de akoestiek in dit project. Omdat we hier binnen in een stedelijk blok werken, was dat heel belangrijk dat naar de buren toe en ook omgekeerd dat de akoestiek in orde moest zijn. Structureel heeft zich dat vertaald in een box-in-box systeem, een klassiek systeem van massa ver massa, waarbij eigenlijk de wanden zijn opgebouwd uit twee afzonderlijke betonwanden met een luchtspouwer tussen. Het dak is volledig ontdubbeld en dat gaat door tot in de fundering, waar twee aparte paalfunderingen zijn gerealiseerd voor de binnenbox en de buitenbox. Een laatste uitdaging was alleszins ook de werfinrichting. Ook weer omdat we hier in een binnenblok werken. De straat is bovendien zeer smal. Er moesten toch een paar grote geprefabriceerde betonelementen tot hier gebracht worden via die smalle straat. En dan moesten ze nog natuurlijk over de huizenrij aan de straatkant getild worden om hier op hun plaats gelegd te worden. Dus zeker voor de aannemer was dat een grote uitdaging om dit gerealiseerd te krijgen binnen de omstandigheden die er zijn.